Ja, trainer, 0-2, een onverwachte en ook wat onverdiende uitslag, vind ik, geheel de wedstrijd gezien. Ja, goed, dit zijn wedstrijden in de voorbereiding. Hè. En ik moet zeggen dat we een uur lang heel goed gespeeld hebben. Dominant aanwezig waren, eigenlijk niks weg hebben gegeven. En heel veel kansen gecreëerd. Alleen zelfs een penalty die we niet maakten. Maar dat is logisch, het is voorbereiding. Dus de echte scherpte voor de goal die ontbrak nog, vond ik. Maar de manier waarop we speelden en de pressing en toch vrij dominant gespeeld hebben, vond ik het eerste uur. En zo willen we het graag zien. Alleen moet dat uitmonden natuurlijk in doelpunten. Dat was het enige wat eraan ontbrak het eerste uur. In de vorige wedstrijden heb je steeds aan de rust de ploeg volledig gewisseld. Ja. Nu heb je er niet voor gekozen. Waarom die keuze? Nou, omdat we wat verder zijn in de voorbereiding. Dus we hebben nu na een uur hebben we alles gewisseld. Dus dat is de reden. En volgende keer zullen die anderen misschien een uur spelen. En de anderen wat meer rust krijgen. Dus het zijn wedstrijden in de voorbereiding. En dat is een bewuste keuze om het zo te doen. Het vooruitvoetballen was vandaag andermaal zeer sterk aanwezig. Voelt u dat ze echt oppakken wat u hen nu in die twee voorbije weken hebt gedrild? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik vond nogmaals, het eerste uur was goed zoals we het graag willen zien. En ik moet ook zeggen, het laatste half uur hebben we ook in een iets andere samenstelling gespeeld. Omdat de tegenstander ook wat anders speelde. Dan zijn we met drie man achterin gespeeld. Dat is ook voor de spelers is dat nieuw. Maar goed, daar moeten ze ook aan wennen. En dat was toch ook eventjes wennen voor de jonge spelers die het laatste half uur speelden. En aan de harde wet van het voetbal, als je ze zelf niet afmaakt, kregen ze binnen. Dat is altijd zo. Maar ik vond ook dat we er niet goed uitzagen hoor, op dat moment. Dat moet gewoon beter. Dat kan niet dat je zo makkelijk de doelpunten tegen krijgt. Waar naar werken voor de volgende wedstrijd? Nou ja, goed, we weten waar we mee bezig zijn. Dus we hopen elke wedstrijd weer stapjes te maken. En ik heb vandaag een duidelijke stap voorwaarts gezien. En ik denk dat het belangrijkste is. Wil je kans maken op deze unieke museumracefiets ter waarde van €3000? SMS dan fiets naar 3339.